Yo kijkers van TubeCatXXL en welkom bij een troll video. Vandaag ga ik een kingdom trollen. Hij is nou net offline gegaan, de king. Oké, hij vraagt of ik de grond hier glad wil maken, zodat het een muur kan komen. Ik heb zo net even zijn diamonds, als eerste heb ik uit zijn kist gepakt. En zijn enderpearls. Die zaten hier toen in. En die heb ik in de cactussen gegooid. Dus laten we eens even al zijn spullen weg gaan halen. Dit is wel even handige tools die ik nog kan lenen. De rest gooi je weer lekker in de cactus. Nou, laten we hiermee beginnen. Voor degene die het nog niet weten. Cactus maakt dingetjes kapot. Dus. Het is een soort van trash can. Glasbottle. Hoppa. Dat is trouwens handig. Zo, hoppa. Deze bewaar ik nog wel even. Deze ook. Oké. Laten we alles van hem gaan destroyen. Zodat hij helemaal geen kingdom meer heeft. Altijd leuk om te doen. Wow. Niet in deze chest. Sorry hoor, maar ik heb erin gezeten. Hebben we ergens een bucket of lava? Misschien hieronder of zo. Maak je mine is normaal man. Waarschijnlijk is het zo'n klein kutkind. Oké, Lego. Laten we eventjes lava zoeken, denk ik. Oh ja, hij heeft niet eens fatsoenlijk gemaakt. Ja, dan ga ik weg. Waarmee kun je dit het beste slopen? Laten we zijn koeien doden. En over een gat in zijn muur maken. Wacht. Hoe heet het? Heeft Darnia ook oorlogen? Oké. Okay. Even vragen of er oorlog is, want dan ga ik die mensen helpen en kunnen ze het hele kingdom reden. We moeten eerst eventjes een lavaboel vinden. Om lekker al zijn kisten in kapot te maken. En dat wordt fucked up leuk. Oh, ik heb af en toe een lag spike. Ik stond weer om. Wacht, one second. Oké. Ik hoop dat we wat gaan vinden. Ik zie daar licht, zo te zien. Ja hoor, we hebben een lava pool gevonden, mensen. Home. Oké, let's go. Kunnen cactussen? Ja, ga niet weg. Laten we eerst deze kist opbreken. En dan. Oh, daar hebben we nog een kist. Dat is wel mooi. Met al zijn sandstone, zo te zien. Kut. Wordt een lekkere reet dit. Dat is
kan ook wel weg. Nee, zo'n weed. Die moet ook weg. Ik weet niet hoeveel die heeft. Ja, 13 is te veel. Want dan heeft hij voedsel. Zit hier nog. Ja, kool. Hoppakee, weg ermee. Laten we de furnace en de crafting table ook weghalen. Hoppakee, weg ermee. En wat wood. Nou, maar dit is toch niet zeldzaam eigenlijk voor hem, acacia. Hij wil naast een acacia biome. Wat heck? Oh, de server lijkt gewoon. Het is tenslotte een poepserver. De benodigdheden voor de meer regenen. Helft van de cactus farm moet huis. Cactus met K. En benodigdheden. Met T. Miner, dia en iron en obsidian. Nou, dat gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Taken, Maarten en Jaap. Oké. Okay. Per dag even ongeveer 1/4 cent dan minen. Doei. Wat een, wacht even, ik ga doen. Admin, even kijken. Momenta. Nu gebied van Momenta. Kijk, hoe heet die nou? Goed. Barbecue Gold. Zo lullig dit. Zo lullig. Je zit ook zo makkelijk in een kingdom hier. Laten we deze destroyen. Hoppa. Laten we even de obsidian minen. Saai werk. Uiteraard, dan waarschijnlijk gaat hij helemaal doodspalmen steeds. Want ik ga, hoe heet het? Ik ga alles onder de lava zetten. Is hij nou serieus nog net een portal? Laten we zijn cactus farm nog kapot maken. Lekker onregelmatig dingetje slopen. In random positie. Laten we die pakken en die. En nou heeft hij random dingen. Cactus gooi ik in de cactus. Onareel. Nice. En nog het huisje slopen. Nou, ik heb een bootje destroyed. Barbecue gold.
En dan denk ik dat ik naar de lava ga springen, naar de rivier wat slopen. Ik moet sandstone hakken, dus ik had eentje per dag. Nou, doe ik ook mooi. Maar dag alle Darnia spullen. Hashtag van Darnia is weg. Dit komt op YouTube. Nog iets te zeggen? Abonneer op JoopCraft. Ik zit snel. Oké, jongens, ik ga afsluiten. Want ja, ik moet de video ook nog renderen. Bedankt voor het kijken. Leuk. Ik hoop dat jullie deze raid of grief of wat dan ook leuk vonden. En tot de volgende keer. Anders, ik deed gewoon voor de lol TPA naar iemand in de server. En nu ga ik hem grieven. Ja, schapen. Ik heb in ieder geval zijn schapen gekild. Dat waren zijn laatste schaapjes. Zo, werd ik gekikt of zo? Het heeft geen nut om mij te achtervolgen. Zo komt hij door bij mij. Ah, zielig, zielig. Kik hem, omdat hij gegriefd wordt. Zielig. Hij weet niet in welke richting ik ga nu. Ja! Jij kikt. Omdat je niet tegen je verlies kan. Macht misbruik. Dus ik meld het bij de owner. Zie ik hem daar? Nee. Hij zal me nooit vinden. Wat een noob! Ik ga te snel. Doei. Wat een... Wat lekker zijn. Je hoeft niet eens zo'n redstone blocks.
nu wel. Ik sticht mijn eigen rijk. Ik ben de Isis. Ja. Stop de lijk nu. Zeg hem. Oeh, wat zegt hij dan ook echt? Doei. Had hij ook nog eens rondjes vliegen om mij, hè? Ja, ga je voor mijn neus krieven? Oh my god. Dat mag niet hoor, ik verban je niet. Dat is ook niet echt het eerste wat je moet doen bij grieven. Iemand verbannen, de griever verbannen. Denkt hij dat hij er is, als het lukt? Dan is hij niet. Oké. Dus daar ben ik wel veilig. En dan tp ik nou naar mijn home. Nou heb ik mijn locatie daar. Kijk, hè, we hebben hier nog mooie bouwblokjes. We hebben goud en we hebben iron en we hebben hoorzaam en wat ritsen en wat we doen. Oké. Slash home. Diep eet. Oké, ik kom nog wel een keertje terug om te grieven. Ja, het is me gelukt. Zo gaat het hele stuk naar beneden. Het loopt onder water nu. Dat hele spoor is nu kapot. En nou kan ik lekker de farm slopen. Ja! Kut. Hier is nog meer farm. Meloenen kan ik ze niet beroven, maar carrots wel. Doei! Boost me maar, boost me maar. Maar jongens, misschien plak ik er nog een keer een stukje achteraan. Maar in ieder geval, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.